Just hier, pay attention hier, de corner hier. Oh, not too much, no, not too much. Met de grootste zorg wordt de Superbolide in de showroom gezet. Een wagen van 2,4 miljoen euro, die moet perfect opgesteld staan. It has to be maybe 10 centimeters to this side. De grote baas van het nieuwe automerk W Motors komt speciaal van de Verenigde Arabische Emiraten om de auto voor het eerst in Europa voor te stellen. W Motors is Wolf Motors. So it's been inspired by the animal, by the wolf. The car was designed using the shape of the wolf. If you look closely to it, you'll see all these elements of the vicious wolf jumping and about to attack its prey. Een Italiaanse firma werkte 6 jaar aan dit futuristische prototype van carbon dat volledig met de hand werd gemaakt. Kosten nog moeite werden gespaard om de wagen tot de meest exclusieve ter wereld te maken. This is the first car in the world that has diamond-encrusted LED lights. Every time you choose the different color, you can choose a different stone that you want, ruby, sapphire, emerald, depending on the wolf you want to create. Ook het interieur baat in luxe. Uniek in de wereld is het zwevende bedieningspaneel van het dashboard. Via een hologram, een soort van 3D-projectie, kan je de verschillende functies bedienen. De zetels zijn gestikt met gouddraad, maar het paradepaardje van deze wagen is wellicht de motor. 750 horsepower, that makes this beast go to 0 to 100 in 2.6 seconds. Also, it has a maximum speed of 395 kilometers per hour. The car is incredible. Veel kijklustigen tijdens de officiële voorstelling, een uniek event. Want het was niet gemakkelijk om de auto naar België te krijgen. Eerst kregen we de auto niet vrij via de douane, iets die van Dubai komt. Maar het is uiteindelijk op het laatste nippertje toch in orde gekomen. Volgende week vertrekt de auto opnieuw naar Dubai om de auto verder af te werken. Er blijft dus niet veel tijd over om hem in Europa te bewonderen. De genodigden grijpen de kans om hem langs alle kanten te fotograferen. Dat moet je eigenlijk voelen. Hè. Dat kun je niet vertalen met de woorden. Het is een gevoel waar je van krijgt. Dat is ongelooflijk. Super cool. Moest ik daarmee naar school komen, zou ze wel superveel op mij lopen. Is het een vrouwenauto? Wel, ik vind het wel. Er zitten diamanten in en dan vind ik het wel toch een klein beetje gericht op een vrouw. Een sheik uit Qatar is al de gelukkige eigenaar van een van de 7 exemplaren. Op het Belgische event werd geen enkele bolide verkocht.